bezig bent? Nou, directeur sportief heeft een hoop wedstrijden gezien hier in Rosmalen. En is weer een stukje wijzer geworden. Wat precies? Nou, hoe het ervoor staat momenteel met de mannen en met de vrouwen. Die hier gespeeld hebben in ieder geval. Helaas Igor ziek, dus die is niet in actie kunnen komen. Ik ben natuurlijk ook naar geïnteresseerd hoe dat zou gaan hier op het gras. Omdat hij bij uitstek een spel heeft wat geschikt is voor gras. Dus dat is jammer. En voor de rest ja, is het zoals het is. Ja, dus misschien toch de terugkeer van Krijtje op een groot ATP-toernooi waar ze aardig mee kan. Ja, zeker voor haar fijn om de eerste ronde te winnen in ieder geval. Het goede gevoel komt dan weer terug. En ik vond tegen Flipkens nu een behoorlijke partij. Ze verliest hem twee keer in de tiebreak, maar staat er goed bij. Je kan zien dat daar echt wel wat meer in gaat zitten ook, mits ze fit is. En ja, vechten doet ze wel en ze weet wel wat ze moet doen. En ik vond het een leuke partij om te zien. Is dat het punt nog, het fit worden straks? Ja, ze is natuurlijk een hele tijd eruit geweest, hè. Dus de weg terug is nog lang. En ik denk dat als ze eenmaal op deze manier door kan blijven gaan, dat er echt wel meer in zit. Ja, het lijkt me ook lastig. Ze heeft zo lang niet getennist, dan sta je er weer. En dat lijkt me ook wel onwennig. Het is anders dan trainen en wedstrijd spelen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus je hebt de wedstrijd ook weer nodig. En voor haar is het alleen maar fijn dat ze op dit niveau, zeg maar op het hoogste niveau, want daar praten we over, dat ze gewoon mee kan. Dus voor haar denk ik een bevestiging dat het echt niet afgelopen is met haar. Verder? Met de rest van de spelers? Nou ja, Aranska speelde natuurlijk tegen Rybarikova. Wij speelden vorige week een halve finale in de grastoernooi in Engeland. Dus die is in goede doen. Nou, Aran is niet in goede doen, dat weten we. En die had in de eerste set echt wel genoeg kansen, veel breekkansen. En had eigenlijk volgens mij halverwege de eerste set echt een breakpoint die ze normaal gesproken niet mist, maar missen nu wel. Nou, dan krijg je dat verhaal weer van als die bal goed was geweest, andere wedstrijd geworden, bla bla bla. Maar je ziet dan op de momenten dat het erom gaat, dat het belangrijk is, dat het vertrouwen er nog niet is. En dat is niet zo gek natuurlijk als je zo'n serie neergezet heeft. Maar als zij gewoon in staat is om elke dag hard te blijven werken en te gewoon de dingen blijven doen die ze moet doen, dan moet dat goed kunnen komen. Ja, ze heeft een heel constant seizoen, maar dan heel slecht, want ze wint gewoon niet. Dat lijkt me ontzettend frustrerend. Ja, dat is frustrerend. De resultaten die vallen tegen. Je zakt op de ranking, je wil dat stoppen, maar ja, je kan dat niet zo 1, 2, 3 stoppen. Ja, het enige manier is hard blijven werken. En dan moet de weg omhoog echt wel weer gevonden worden, want het kan niet zo zijn dat ze op deze leeftijd het ineens helemaal verleerd is. En Timo de Bakker, lees je de krant al de afgelopen dagen, geen trainer, jij begeleidt hem af en toe langs de baan? Nou ja, ik ben Davis Cup captain natuurlijk, ja. Dus ik zit bij alle jongens sowieso altijd te kijken hoe het gaat. En omdat ik natuurlijk al die geschiedenis heb als Davis Cup captain met die boys, dan natuurlijk, dan heb je iets meer contact dan met anderen. Maar ik ben niet zijn persoonlijke begeleider, nee. Het klonk een beetje dat hij echt heel erg zoekend is. Hij wil graag zelf genoeg geld hebben om een trainer mee te nemen. Dat heeft hij nodig. Het lijkt op een soort bijna twee sporen te zitten eigenlijk ook bij hoe hij denkt op dit moment. Ja, dat kan. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat hij jou verteld heeft. Nou, wat je in de krant leest, hij zegt, ik baalde ontzettend van dat ik geen trainer heb. Dat ik niet iemand heb die dagelijks met mij aan de slag kan. Ja, ja, dat is iets wat hij toch zelf over moet gaan nadenken. Hoe hij dat dan gaat invullen, hoe hij dat gaat doen. Dus ja, zo gaat het in een topsportcarrière. Jij bent degene die je heft in handen moet nemen. Het is jouw carrière. Jij bepaalt wat er gebeurt. Dus de keuzes liggen bij hem. Ja. Kan de bond daar nog iets voor betekenen? Kan jij er nog iets in betekenen? Timo is Davis Cup speler. Dus hij kan van alle faciliteiten in ons Nationaal Tenniscentrum gebruik maken. Alle mensen die daar aanwezig zijn, die daar werken, daar kan hij ook gebruik van maken. Dat kunnen we hem bieden.